weer moest doen. Toen wist ik waar ik hem heen wilde. En ja, hij ging er goed in. Lasse Schöne, van harte gefeliciteerd met de 5-2 overwinning bij Sparta. Het begin was lastig, hè? Daar hadden jullie moeite mee. Ja, dat klopt. Klopt, ze moeten altijd even wennen ook aan de omstandigheden. Er was natuurlijk een harde wind, andere veld. Maar, dan moeten we hadden inderdaad wat moeite. En dat helpt natuurlijk ook dat je 1-0 achterkomt. Gelukkig komen we na 2 minuten later nog op 1-1. En ik denk dat wij, als je ziet, tweede helft zijn we echt op stoom gekomen. En dan hebben we het gewoon goed gedaan, denk ik. Ja, precies, de goal van Sparta. Dat was een hoekschop, indraaiend bal. Jij wil die bal wegkoppen, maar... Ik denk dat ik 5 centimeter tekort kwam. Nee, dat klopt. Ik sta eerst. Ik moet in principe die ballen die daar... Maar hij was mij te hoog en ik schamp hem net. En ik kom precies bij de tweede paal, dus dat is pech. Maar goed, zoals ik zei, gelukkig kwam we snel op de 1-1. En tweede helft hebben we het goed rechtgezet. Dat was een hele snelle reactie voor jullie. Hè? Binnen een minuut gelijk. Ja, dat is wel belangrijk. Natuurlijk is het even een domper dat je 1-0 achterkomt. Dat is wel lekker dat je... Dat je snel die 1-1 maakt. En je hebt eigenlijk volgens mij een buitenspeelgoal die je maakt. En volgens mij was het geen buitenspel, heb ik begrepen. Dus dat is wel jammer. Maar goed, de 3 punten gaan mee naar huis, dat is belangrijk. Wat hebben jullie in de rust tegen elkaar gezegd? Nou, dat we iets sneller moesten spelen. Want de ruimte lag er, maar er was iets te traag tempo. Waardoor we steeds waar eigenlijk die vrije man niet echt kon vinden. En als het iets sneller ging, dan was hij er wel. En dat deden we wel wat beter in de tweede helft. Dus dat helpt natuurlijk ook als je een aantal goals maakt. Dan zie je ook de moed gaat naar hun. En gaat uit hun. En dan gaan we overheen. En dat was goed. Belangrijk moment was de vrije trap. 53e minuut. Justin Kluivert wordt neergelegd. Wist je meteen hoe je hem zou gaan nemen? Nee, niet direct. Het hangt ook altijd een beetje af waar de muur en de keeper staan natuurlijk. Maar toen het eenmaal stond, toen wist ik waar ik... Waar ik hem heen wilde en hij ging er goed in. En zo zou ik denk een belangrijk moment in 2-1 en eigenlijk daarna zijn we echt op stoom gekomen. En toen hebben we snel en de 3-1 en de 4-1 en de 5-1 gemaakt. En ja, gewoon goed uitgespeeld. Het was niet altijd even groot, maar we hebben het ik denk goed gedaan. Het was jouw 10e treffer alweer. Sorry? Het was alweer jouw 10e treffer. Ja, dat is toch een mooi aantal van een verdediger middenvelder, denk ik. Dat is een paar jaar geleden alweer, hè? Is dat zo? Ja, dan is het mooi. Dat is mooi. De competitie is nog niet afgelopen, dus hopelijk komt er nog wel een paar. Je zei het net al, de 3-1 en 4-1 en 5-1 volgden. Hakim Ziyech, was een genot om naar te kijken bij de 4-1 en 5-1. Ja, niet alleen daar, maar je weet toch geweldig, je kan voetballen. Fantastische goals. Dat is mooi. Dat is leuk. En zoals je niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Het is belangrijk dat je ook je goals maakt met de laatste weken. Zoveel kansen creëert en gewoon te weinig goals gemaakt. Dan maak je er 5 en dat is voor het team ook lekker. Maar klopt, een paar vlagen kan je wel van hem genieten. Ja. 5-2 winnen, dat is een statement. Dat betekent gewoon, we zijn er nog. Jawel, natuurlijk. Je hoopt er natuurlijk nog op. En het kan nog, dus dan moet je ook blijven geloven. Maar goed, het blijft nog 7 punten. Maar goed, je hebt ze zelf nog. Dus je moet erin blijven geloven. En wel jammer dat ze op laatst nog die 5-2 maakten. Maar goed, zoals ik eerder zei, de 3 punten gaan mee naar huis. En dat is het belangrijkste. Er komt nu een interlandperiode aan. Dus dat is wel belangrijk dat even afsluit met een overwinning. Ja, je gaat nu naar een interlandperiode met Denemarken. Oefenwedstrijden tegen Panama en Chili. Klopt. Ja, goed. Wij moeten ons even... Helemaal voorbereiden op iets moois van de zomer. Dus dat was wel even goed om elkaar. Het is een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien natuurlijk. Dus dat was wel leuk. Twee leuke wedstrijden. En zoals ik zei, voorbereiden natuurlijk op de zomer. Ja, precies. Je bent natuurlijk nu nog met Ajax bezig. Maar denk je al heel stiekem aan de zomer, aan het WK in Rusland? Nee. Dat is nog heel ver weg. En we moeten nog goed dit competitie goed afsluiten. En dan kan je ze focussen op andere dingen. Maar nu ben ik eerst hier bezig. En de komende 10 dagen ben je in Denemarken. Maar je bent gewoon hier met Ajax bezig. Goed, als Denemarken een vrije trap krijgt van de zomer in Rusland, dan weten wij wie je moet nemen. Nou, liefst wel. Maar we hebben ook een andere die ook een aardige trap heeft. Die hier ook gespeeld heeft. Christian natuurlijk. Dus dat zal wel een gevecht worden.